In deze video gaan we eenheden omzetten. En ik heb hier een formule. Je ziet dat N is uitgedrukt in W. Nou, en laat W nou zijn de tijd in weken. Maar je kunt je misschien wel voorstellen, misschien heb je liever N uitgedrukt in D, met D de tijd in dagen. Nou, je weet dat 1 week is 7 dagen. Dus dat betekent eigenlijk dat je in de nieuwe formule die je dan gaat maken, dan moet je de W, de letter W, moet je vervangen door 1 zevende D. En je kunt je afvragen, waarom is dat eigenlijk? Nou, stel, je gaat N berekenen voor 1 week. En we gaan kijken naar de oude formule die daar staat. Waar N is uitgedrukt in weken. He, dus dan ga je die W ga je dus vervangen door 1. En dan kom je uit op 12,01. En in de nieuwe situatie ga je dus de D vervangen door 7. Immers, 7 dagen is ook 1 week. En je moet natuurlijk hetzelfde antwoord krijgen. He, dus op 12,01. Dus je moet die W vervangen door 1 zevende D. En je kunt je afvragen, waarom is dat zo? Nou, eigenlijk heb je het al een beetje gezien. Hè? Want als je gaat kijken naar 7 dagen, en je gaat die D dus vervangen door 7, en dan kom je ook uit op 1 week. Nou, laten we dat dan maar gaan doen. Hè? Dus laten we die W in de formule dan maar vervangen door 1 zevende D. Nou, hoe ziet dat eruit? Nou, dan krijg je N is 0,01. Ja, ik ga die W vervangen door 1 zevende D. Hè, dus dat is tussen haakjes in het kwadraat. Nou, plus 2 keer 1 zevende D. En nog een optelling. Nou, als ik de haakjes wegwerk, hè, dus dan moet 1 zevende in het kwadraat en D ook. Dan wordt het tijd om de rekenmachine er even bij te pakken. En dan die getallen even in te tikken. Nou, en als je dan gaat afronden, dan krijg je de volgende formule. En dan heb je N dus uitgedrukt in D, met D de tijd in dagen. Nou, even een voorbeeld. In veel landen, waaronder Nederland, wordt het benzineverbruik van personenauto's vaak uitgedrukt in liter per 100 kilometer. In landen die het Brits-Amerikaanse maatsysteem gebruiken, ja, daar is dat niet zo. Want dan wordt het benzineverbruik vaak uitgedrukt in mijl per gallon. Nou, heb je dus een auto met een benzinemotor en volgens de fabrikant is het verbruik 6 liter per 100 kilometer. En de vraag is, drukt dit verband uit in mijl per gallon, afronden op 1 decimaal. En verder krijg je nog dat 1 mijl is 1,6 kilometer... en 1 gallon is 3,8 liter. Oké. Nou, we hebben dus 6 liter per 100 kilometer. En we moeten, ja, dat wordt uiteindelijk, wordt dat puntje, 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 mijl per gallon. En wat op zich wel grappig is, wij hebben dus het benzineverbruik, het aantal liter, per, ja, de afstand. En hier is dat net andersom, hè? Dus hier heb je de afstand per, ja, de brandstof. Dus laten we dat even omdraaien. Dus we hebben 100 kilometer per 6 liter. En we weten al, per, dat staat dan weer voor delen door. Hè? Dus dan heb je 100 kilometer gedeeld door 6 liter. Nou, en dan is het idee eigenlijk, als ik nou van die kilometers, als ik daar nou eventjes mijl van ga maken, en van die liter gallon, ja? Nou, dan ben ik er bijna ook wel, denk ik. Even kijken. Nou, je weet dat 1 mijl is 1,6 kilometer. En dat schrijf ik even op. En ik wil graag weten, 100 kilometer, hoeveel mijl is dat? Dus ik ga dat kruislinks vermenigvuldigen, vind ik makkelijk. Even op de rekenmachine en dan kom je uit op 62,5. He, dus 100 kilometer is 62,5 mijl. Dan gaan we kijken naar die 6 liter. Ik weet namelijk dat 1 gallon is 3,8 liter. En ik wil graag weten, 6 liter, hoeveel gallon is dat? Nou, kruis links.
de rekenmachine. En dan komen we uit op 1,578 puntje, puntje, puntje. Het tussendoor niet afronden. Met andere woorden, 6 liter is 1,578 puntje, puntje, puntje gallon. Nou, dan ben ik bijna klaar. Want de vraag is mijl per gallon. Ja? Dus het enige wat ik nog moet doen, dat is die twee getallen op elkaar delen. En dan afronden op 1 decimaal. Nou, dan maken we 39,6 van. Einde video. Tot de volgende keer.